Studiedag vandaag. Drie? Drie? Twee. Ik doe het maar. Goed. Helemaal pokken onder. Lekker jongens. Lekker Lexie. Geef je het op? Ja! Alles goed hè? Goed! De kruvel wacht. Goedemorgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, de mini-vloggers. En het is vandaag vrijdagochtend. De kinderen die hebben studiedag, dus ze zijn vandaag een dagje vrij van school. En wij dachten, wat gaan we doen op deze studiedag? Hoe kunnen we uitslapen? De kinderen liggen nog steeds lekker in bed. Maar wat de kinderen heel vaak hebben gevraagd, is: oh man, pap. Mogen we een keer 24 uur overleven in de badkamer? Nou, hè? Laat dat vandaag een uitgelezen kans zijn om dat eens een keer te gaan uitproberen. Dus ik ben heel benieuwd of ze 24 uur kunnen gaan overleven in de badkamer vandaag op deze studiedag. Maar ja, dan moeten ze wel meteen uit hun bed naar de badkamer. Ja, ik hou deze kleine man bezig. Die is niet uitgeslapen. Die is alweer even gespeeld. Die is alweer een tijdje wakker met mama en papa. Dus ik ga lekker met hem bezig. Die doet mee voor spek en bonen. Die mag meedoen, maar die hoeft niet 24 uur in het bad te zitten. Maar even kijken. Maar we gaan eens even kijken of ze al wakker zijn, of ze nog ligt te slapen. Ja, dat is wel lekker. Als je studiedag hebt, mag je lekker uitslapen. Dus gisteravond, oh man, pap, ik hoef de wekker niet te zetten. Jee! Ja, studiedag! Lang weekend. Ja, wat gaan we morgen doen? Wat gaan we morgen doen? Ja, weet niet wat we morgen doen. Misschien morgen wel wat we gaan doen. Maar ja, we hebben dus een heel leuk ideetje. Oep, maar dat weten ze dus nog niet. Ik ga eerst even kijken bij Luxie. Goedemorgen, Luxie. Goedemorgen, Luxie. Welkom weer in deze nieuwe dag. In je huisje. Heb je lekker geslapen? Goedemorgen, je zit voor de lente. Goedemorgen, in het huisje. Het is een nieuwe dag, Luxie. Word maar eens even wakker. Want kijk. Kijk eens. En je bent vandaag lekker vrij. Hé, zie je dat? Ja. Zullen we eens kijken of Lucilla wakker is? Ja. Moesje broertje. Oh, die was al lang wakker. Nee? Kom, gaan we kijken. Ja, maar ik nog niet. Nee, jij sliep nog, hè? Ja. Ja, ik zag het. Net. Net, ja, ze sliep net nog. Eens even kijken of jouw zus wakker is. Waar is jouw zus? Zachtjes. Slaapt ze nog? Slaapt ze mama, nog? Ja. Ik hoor bij mijn kamer. Was ze allemaal piano aan het spelen? Goedemorgen, Lucilla. Ook bij jou weer. Welkom in deze nieuwe dag. Heb jij lekker geslapen? Ja. Je bent vandaag lekker vrij, hè? Ja. Had je al een beetje zitten pingelen? Luxie, had je al een beetje gehoord? Tja, wat gaan we vandaag eens doen? Dat is de vraag. Zullen we eerst kijken of broer wakker is? Misschien is broer ook al wakker. Gaan we even bij Luan kijken. En eens even kijken of Luan al wakker is. Is hij nog aan het snurken? Hey. Hallo uitslaper. Vandaag weer een nieuwe dag, kerel. Ook bij jou lekker gordijn open. Ja, je hebt lekker geslapen, kerel. Ja. Je bent vandaag vrij. Ja. Je hoeft er niet de wekker te zetten, kerel. Studiedag vandaag. Maar ja, wat gaan we doen vandaag? Ik ga pingpongen. Dat is een goed idee, Luxie. Alsof je mama's gedachten kan lezen. Hé, wat vinden jullie ervan dat jullie vandaag op deze studiedag 24 uur mogen overleven in de badkamer? Hop naar de badkamer, jongens. Zo, naar de badkamer. Hop naar de badkamer. Ja, meteen. Hop. Het begint al nu, hè? Ja. Ik ga met Lucius nog even wat was doen. Want kijk, ja. Lucius die helpt me heel veel. Kleine wasjes, grote wasjes, weer een nieuwe wasje. Kijk eens. Och, Pip. Pipje. Pip, kom. Pip, die kat op. Kom, Pip in de bad. Kijk eens, jongens. Wat een feestje op het bed. Ik dacht, hoe gaan we dat dan allemaal overleven, 24 uur lang? Nou, dus ik heb allemaal leuke dingetjes voor jullie bedacht. Ja,
Kijk, en dit zijn jullie zwemkleding. Met een, ja, ik dacht misschien is het ook wel leuk. Een beetje een Hawaii dingetje erbij. Moet het toch een beetje een feestje van maken. En poppets. En poppets kun je ook meespelen. En kijk eens bij het bad. Want wat moet je doen als je 24 uur ergens gaat overleven? Eten. Dan moet je ook eten. Dus dit is jullie eettafel. Zullen we even snel de badkleding aangaan? Wil je even ja? Ja? Nou. Daar mogen jullie straks lekker mee gaan spelen. Oh nee, ook ballen en bruisballen. Ja, leuk zoveel. Hè? Ja. Oh, die. Allemaal leuke dingetjes voor een bad. Deze. Gaan we even springen? Ja. 1, 2, 3. Tada! En ze hebben de badkleding aan. En het is tijd om in bad te gaan, jongens. Dan kan de challenge beginnen. Mag dit ook nat worden? Ja hoor, dat mag wel nat worden. Oh, zijn jullie in de wc geweest? Ja. Ja? Oké, want je mag dat zo meteen niet meer uit natuurlijk. Echt? Ja, 24 uur in bad, hè? Anders ben je af. Yes. Dan ben je af. Nou, we hadden het bad dat mama al lekker vol laten lopen. En dan gaan jullie even lekker in het bad. En dan gaat mama voor jullie een ontbijtje pakken. Ja, lekker. En volgens mij hebben jullie wel trek in de buik, of niet? Sure. Kan ze met slijm de handen weer schoonmaken? Ja, dit kan echt, hè?
Ja, als je van die plakslijm hebt. Ja, en dan plakken al die vieze kruimels. Ja. Of pluisjes, die plakken dan aan het slijm. Ja. Hier hebben we hele mooie bruisballen. Zullen we eens kijken hoe die in bad gaan? Ja, ik ga in bad doen. Kom maar kijken. 3, 2, 1. Het zijn hele mooie ballen. Zie je dat? Priscilla heeft met blauw en oranje. En paars. En ik heb groen, geel, blauw en paars. Heel mooi. En Lucie? Ik heb geel en paars. Paars en groen. En groen. Kijk, dan wordt het bad ook helemaal zo'n regenboogkleur. Wow. Ruiken jullie de geurtjes? Ja. Waar ruikt dat naar? Naar bruisballen. Bruisballen? Hoe noem je dat? Lavendel? Ja. Lavendel, bloemen, zeep. Ja, ik vind lavendel en zeep. Kijk naar mijn handen. Oh, je handen. Och. Zullen we eens even kijken wat er gebeurt als we er gewoon een beetje water bij doen? Wauw. Wauw. Hij overstroomt. Kijk dan, hij overstroomt gewoon. Je mag ook een beetje hier. Oké, ik heb er nog een paar. Oeh, kijk dan. Pak eens een balletje eruit, Luxie. Ga eens kijken. Wauw. Hoe voelt dat? Zee. Zee. Schuim. Schuim! Prikt het aan je wondje, Liefie? Ja? Dat is een beetje zout als je een wondje hebt, hè? Ik doe alleen maar deze. Oh. Ja, nu hou maar vast. Oh. Ja. Wow. Eens kijken hoe die overstroomt. Zo. Wauw, bijna. Kijk. Dat voelt lekker. Ja, ik zie het. Kijk, bijna. Die voelt zo'n beetje hard. Mooi. Dat is wel lekker, zo'n bruisballenbad. Ja. Het voelt vooral ook heel lekker met je hand, hè? Heerlijk. Kijk man, het geeft ook echt af. Kijk. Super grappig. Oh. Heerlijk. Zullen ze nu los in het water doen? Ja, doe maar. En wel een beetje spreiden, hè? Oh. Het is mooi gespreid. Geef de kom aan haar mama. Ja. En het wordt heel donker wordt het bad nou, ja. Maar wel mooi. Heel mooi bad. Zie je op. Wow, lekker. Kijk dan, hier die schuim. Deze draait gewoon rond. Kijk, dat is grappig. Doet het nou uit zichzelf? Kijk. Hij draait uit zichzelf rond. Oh man, kijk hoe klein deze is. Heel grappig. Oeh. Kijk, deze draaien ook. Ja, ze draaien allemaal rond. Oh, en mijn ook. Kijk dan. Gaan ze rondjes draaien en dan krijgen ze allemaal kleurtjes. Het ziet er echt super grappig uit. Ik heb nog nooit zulke bruisballen gezien. Ze zijn heel leuk. Grappig, hè? Niet kapot maken. Laat maar los. Het is een beetje zoals slijm. Als je dan alles door elkaar heen doet, dan wordt het weer één kleur. En anders blijft het een beetje zo'n regenboog. Oh, wow. Grappig, hè? Kijk. Ja. Kijk, het kleurt schuim. Kijk, we hebben gewoon een regenboogpalet in het bad. Even een slokje water, Sil. Gewoon rode hoofdjes. Je moet wel genoeg drinken natuurlijk in bad. Ik zag die ook op een joemie. Echt waar? Zag jij die ook? Ja. Want wat heeft mama hier? Koeien. Ballen. Zullen we gewoon een ballenbak in het bad maken? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 1, 2, 3. Oh! Ja. Ballen. Een heel bruin ballenbakbad. Zie je dat? En ben je ooit wel eens in een bad geweest in een boot? Nee, kijk, alle ballen in de boot, alle ballen in de boot. En ondertussen zit Lucie in een bootje. Oh, yes, speedboot. Oh, oh. En maar wie moest er heel nodig naar de wc in het bad? Ik heb misschien. Eerst even op de boot. Alle ballen er weer in. Woe, Lucie. Nog meer alles, hè? Ik ga een beetje meer naar hier. Nee. Ga niet.
allemaal. Nou, er waren iets te veel golven, jongens. Nou, ik ga liggen hoor. Ah. Ik ga ook liggen hoor. Bruisballen die we erin deden. Het was wel heel mooi. Dus het was wel heel mooi. In het begin was het mooi. Maar daarna was het niet meer zo mooi en het zit ook niet zo lekker. En we hebben de kraam eruit gedaan, maar... Is het koud? Ja, jongens, niet zo aanstellen. Wat is dit nou? Koud! Jongens, we hebben wel weer een waterrekening dit, hè? Koud! Ja. Koud! Niet een beetje te vermaken.
even een beetje ondergespetterd. Ja, we zijn weer scherp. Ondertussen is het lekker rustig, moet ik heel eerlijk zeggen, op deze vrijdag studiedag. Want ze zitten met z'n allen lekker in het bad. En ik denk dat ze nu wel een beetje trek hebben gekregen in wat lekkers. Dus ik ga eens even kijken of ze zin hebben in deze lekkere, overbelicht worstenbroodjes. Mochten jullie trouwens denken, waar is Daniel met Lucius? Die was even met de honden lekker een rondje aan het wandelen. Lucius slaapt namelijk even lekker in de kinderwagen. Ja, we gaan natuurlijk niet met Lucius 24 uur in een bad zitten. Maar de kinderen wilden het zo lang al een keer doen. En Ieke zei, oh jongen, hè? Maar ja, vandaag is dus de dag dat ze het gaan proberen. Ik ga eens even kijken, hoe is het hier? Goed. Kijk dan, Luxie, was je er bijna uit? Net niet, net niet. Hebben jullie een beetje trek in de buik? Ja. Ik dacht, misschien hebben jullie wel lekker zin in worstenbroodjes. Ja. Maar ik wil wat delen. Nou. Ik moest onder water blijven. Ja. Ik moest de hele poppet klaar hebben. Oh. Dan was Poggy boven water. Dat is een leuk spelletje, jongen. Zilla is lang onder water, joh. Ze doet dat hele poppet ding. Is het gelukt? Ja? Dus je gaat hem helemaal poppen onder water? Ja. Oké. En twee katten. Oké. 1, 2, 3. Zou het hem lukken? Zou het hem lukken? Oh, niet te bellen. Meisjes blazen bellen. Nou kan je gelukkig weer door het water kijken, jongens. Het is niet meer zo zwart. Ja, wat goed nu. Wat supergoed. En weer terug. Oh, Luan. Wauw. Kijk dan. En? En? Jeetje, Luan. Nog een keer. Oh, nu, wat ver. Hoeveel had je hem nou? Hoe vaak had je gedraaid? 3,5. Zo, wat knap, joh. 3,5. Heel knap van jou. Ik ben zijn hier. Heel droog. Ja. Nou. Meloentje, mag ook. Lekker water doen en goed drinken, ja, jongens. Ja! Blijven drinken vandaag. Kan het gaan uit? Ja, we doen maar uit. Er zit wel genoeg in nou, toch? Ja. En het is weer lekker donker. Dat kun je een beetje normaal zien. Het zag wel een beetje vies uit na al die bruisbollen. Mm-hmm. Zo, nou jongens. Ja, mama. Dit smaken. Maar die regenboog is heel mooi. Die regenboog was wel heel mooi, ja, dat klopt. En een lekkere meloen. Wie wil er een lekkere meloen? Kijk eens. Oeh, lekker. Is lekker, hè? Is lekker fris. Hij komt ook uit de koelkast. En Luxie, zie Luxie zwemmen. Hier, kijk eens. Hey, weet je wat leuk is? We zetten hem hierop. Heel zachtjes, hè? Kijk, dan is het een bootje. Dan is het een bootje. En als iemand dan een meloen wil, dan vaar je de meloen even die kant op. Ik wil een meloen. Ja, rustig varen. Kijk, daar gaat de meloen. Dat is grappig. Dan blijven we goed drijven. Zie je het? Oh, is het heel, heel aanlokkelijk. Ik wil ook een stukje. Ik hou echt van meloen. Mm. Ik ook. Nu krijg ik een rode pot. Ja, als je de meloen erin doet. Ja, maar dat doen we niet. Nou, Lekker jongens. Nou, we zitten nu precies op de helft. Dit is de lunch. Houden jullie het nog vol, de helft? De komende helft? Gaat het nog goed komen? Ja, nee, we zijn nog niet op de helft. Ja, het is de lunch. Nee. Over de helft. Nee, we zijn niet over. Wat dan? We zijn nog lang niet over de helft. Wat dan? Oh, je moet nog slapen. Ja. Luan heeft een punt. Ja, maar ja, het slapen in bad, dat wordt nog een heel ding. Gaan we dan met water of zonder water slapen? Zonder. Met water? Zonder water. Luxie zegt zonder water. Nee, dat vind ik leuker. Maar weet je wat het is? Het water koelt wel af, hè? Dan ben je vannacht met je wakker in een koud bad. Is het lekker, Luxie? Mag ik er weer een? Ja, dan komt hij weer. De kant op. Ik doe deze. Ja. En weer terug. De meloen is op. En we gaan nu. Miljoen! Ja, vind je het leuk, liefie? Nou, daar doet mama het voor. Ja? Gaat dit het houden? Ja, dat is de vraag. Hoeveel staat er zo? Ja, jij wilt even kijken of ze het houdt. Plankje houdt het wel, volgens mij. Ja. Ik wil eentje. Het is wel heel leuk, hoor. Ja. Ik lust er ook wel eentje, jongens. Lekker. Nee, ik ga om het door. Oh. Nee, dat moet je wel. Nee, komt echt goed.
Oh ja? Oh ja? Nou. Jij heel vast. Nee. Ik zie, oké. Ja. Kijk dan, goed. Ja, goed zo, Luxie. Nou, Lucilla, is maar de. Dingblad door. 1, 2, 3 en. Nee, Luca, Luca. Ja, goed zo. Nu ik kan één adem daar. Ja, joh, je kan wel 10 keer weer met één adem. Kijk, Luxie weer. Oh. Dan ging bijna jullie lunch. Geef je het op? Nee. Nee? Geef het niet op? Luan, geef jij het al op? Nee? Ook nog niet. Lixie, wil je er al uit? Of wil je er nog even wat spelen? Proost. Wil je nog een bad? Of wil je nog spelen? Ga je nog een spelletje doen, een bad? Ja? Nou, Lixie wil nog goed eruit. Kijk, we hebben hier een dat dingetje. Met deze. Mag je ze allemaal deze. Ja, maar ik denk dan wel dat we, even kijken, die, nee, we gaan terug, daar gaan zitten. Gaan we helemaal hier zitten, hebben we hier het bakje. Mag ik je beginnen? Ja hoor, en dan moet je ze proberen om te schieten. Misschien moeten we deze, kun je zo en dan... Ik ga ze even. Dus dat is wel grappig. Maar misschien dat het... Je gaat er zelf omhoog, mama. Zo. Je gaat er zelf. Is dit wat? Maar ik weet dan niet of dat blijft staan. Nee, ik zou het niet uit. Of we moeten even naar de andere kant doen. Kijk, die kant, want dan blijft het wel staan. Dan ga je de andere kant op schieten. Kijk, zet hem hier neer zo. Zo. En dan ga je hem terug. Oh ja. Nee, je moet hem toch hier neerzetten. We hebben even een beter plekje bedacht. Hier zo, bij het raam. En dan kunnen ze vanaf daar, om de beurt, mogen jullie proberen hem om te schieten. Eens kijken hoe dit gaat. Ja. Ja, Sil! Wat goed! Het zit helemaal meteen raak. Nee, vind je dat een beetje eng, liefie? Ja, ik doe het voor jou. Ja, Luan die doet het voor jou. Niet hard genoeg. Huh? Nee, dat was niet hard genoeg. Waar ging wat ik aan? Niet hard genoeg. Yo! Hij gaat niet. Oh, kijk eens wie we daar hebben. Papa, hey, papa. Ja, ik zie het. Hey, alles goed hè? Lucy slaapt, ja. Zet hem op, zegt hij. Nou, dat was papa, jongens. Ja! Dat was papa. Nou, ja, nou, Luxie die heeft tot nu toe de meeste punten, Lux. 35? Ja. Jongens, is het al bijna avond en zijn de kinderen in bad nog steeds aan het spelen. En zo te zien hebben ze het licht uit gedaan. Zo jongens, zitten jullie in de bad? Maar we kunnen niet het licht uit doen, want dan zitten wij in bad. Nee, dat is waar. Oké, betrapt. Ik heb het licht uit gedaan. Kijk hier. Lamp aan, lamp uit, want we hebben de discolampen neergezet. Ik heb hier een hele leuke pot met deze superleuke breekstokjes. En hoe grappig zou het zijn... Als we hiermee een disco kunnen maken. Yes. Nou, Sil, super mooi kleurtje uit. Ik ga ze breken, hoor. Ja, die gele. Ze doen het nou wel, hè? Ja. Mooi. Kijk. Dit zijn precies mijn lievelingskleuren. Goed seductie. Dit zijn precies mijn lievelingskleuren. Oh ja. Gepaard, blauw. En groen. Nee, dat is geel. Oh, geel. Geel. Mooi, Luxie. Oh, dat is een mooie. Ik ga ze zo op de badbank zetten. Ik ga het ook weer. Want ik heb een potje. Ja, papa, ik heb daar een potje neergezet. Zo. Ik ga het mooi versieren. Tadaa.
Wauw. Mooi. Mooi, Luxie. Wow. Ik kan er heel veel tegelijk. En Luan die is de badrand aan het versieren. Ja. En Lucilla? Lucilla is... Oeh. Die zit ermee in het water. Oh, met de Barbie. Voorzichtig, hè, met de stokjes. Ja. Zin in een filmpje? Mama, kijk eens. Oh, jouw handen droog maken. Even de handen droog maken. Nou, we hebben hier een film. De Mees Kees gaan we kijken. Dan gaan we even lekker wat drinken. Kijk eens, allemaal wat drinken erbij. Zoek een lekker plekje waar je wil zitten. In deze badbios. Mama. Kijk eens, alsjeblieft. Wil jij ook wat drinken erbij? Ja. Zo. Nou, dan hier hebben we lekker chippies. Kunnen jullie lekker een chippie eten. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, okay, nou laat de film beginnen. Het is haar laatste dag. Wat moet ik morgen dan? De kinderen naar huis sturen. Tobias en Sam. Nou jongens, ondertussen zijn de kinderen lekker een filmpje aan het kijken bij het bad. En moet ik zeggen, dat is best wel heel goed... deze dag door zijn gekomen. Ik dacht, ja, avondeten. Wat kan ik nou eens maken voor het avondeten? Jongens, ik doe gewoon heel simpel. Ik ga even lekker wat pannenkoekjes voor ze in de magnetron doen. En dan kunnen ze even lekker een pannenkoekje eten. Voordat ze zometeen naar bed gaan. Want ja, 24 uur overleven in het bad betekent natuurlijk ook dat ze er moeten slapen. Ze denken dat ik het niet meen, maar mama meent het echt. Ik denk, hallo. Ze zeggen iedere keer, ja, we willen heel graag 24 uur dit doen, 24 uur dag doen. Maar dan krijgen ze ook 24 uur, natuurlijk. Oké, ik ga eerst even lekker de pannenkoekjes maken. En ik denk dat de film zo voor ongeveer 1,5 uur duurt de film. Dan is hij wel afgelopen. Kunnen ze lekker een pannenkoekje eten. En dan gaan we daarna toch echt naar bed. Nou jongens, ondertussen gaan we het bad even laten leeglopen. Terwijl jullie lekker pannenkoekje eten. Want ja, je kunt natuurlijk niet slapen in een bad met... Water. Nou, en omdat ze het al zo goed hebben volgehouden, heb ik nog een verrassing voor ze. Lust hij dan, stoet je nog een lekker ijsje? Oh, ja, 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 ja. Alsjeblieft. Ik sta naast lekker je. Lekker ijsje. Ja, ik ga naast je staan. Nou jongens, wat vonden jullie ervan? Deze dag. Nou, deze dag is al bijna over. We gaan zo de nacht in. Oh, Luxie's ijsje. Luxie's ijsje is weg. Vonden jullie dit een leuke studiedag? Zeker. Ja? Nou, ik vind mijn het is echt mega zoet. Ja, is die zoet? Eens proeven. Goed! Luxie, haal je ijsje. Haal je ijsje. Hij is heel lekker zoet, ja. Heel zoet. Mama helpen? Tijd om de tanden te poetsen. Kijk eens. Hier is voor Luxie. Oh, oh, oh. Nee, die is voor jou. Die witte tandpasta is van jou, schat. Oh, Silla, pak die. Oh, ja, alsjeblieft. Nou, even de tanden poetsen, jongens. Lekker in bad. Want je mag er niet uit, hè? Uit? Nee. Hoe ga je dan spoelen? Oh, dat doen we even op het kraantje aan. Goed zo. Nu
gaan we het bad onttoveren in een bed. En jullie gaan lekker in een pyjama, goed? Ja. 1, 2, 3. Tada! En het bad is omgetoverd tot een bed. Dat ging snel, hè? Ruikt er lekker onder. Ja. Nou, dan zeggen we wel trusten. En dan zien we jullie morgen weer. En dan als jullie morgen wakker worden, hebben jullie de 24 uur volbracht. Nou, slaap lekker. Mama. Oh. Tot morgen, jongen. Tot rusten. Nachtkusje. Mag ik er eentje om aan? Ja, ik zal een lamp aanlaten. Kusje. Ai, ai. Zo, is het zo'n goed nachtlampje, Duxie? Ja. Wat zeggen we dan aan het einde van deze vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en... Tot morgen. Doei. Tot een nieuwe vlog. Slaap lekker. Slaap lekker. Tot morgen. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.